Mag ik weten hoe jullie heten? Hoe heet jij? Wil je vertellen, Rom, hoe je heet? Rom heet hij. Nee. Rom en Geeske. En waar komen jullie vandaan? Nou, wij komen uit Neerlangel. Ja. Dat is een heel eind weg. Ik wilde vragen van, wat vinden jullie van de omgeving hier? Maar ja. Prachtig, ja, dan zijn wij denk ik niet de juiste. Maar, of ja, juist wel natuurlijk, want wij zijn hier komen wonen, hè, Romme. Ja. Sinds wanneer wonen jullie hier dan? Nou, ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Dus ik ben er geboren in Neerlangel, maar we zijn weer sinds anderhalf jaar nu weer en terug in Neerlangel. 2,5 jaar al? Oh god, oh ja, 2,5 jaar alweer. Ja. En jij? Kom jij zelf wel origineel van Neerlangel of hier uit de buurt? Ik kom uit Arnhem, daar heb ik altijd gewoond. Nou, dan kan ik aan jou wel vragen, wat vind je van de omgeving hier? Ik vind het heerlijk. Lekker buiten, lekker rustig. En vertel eens, en waarom? Waarom lekker buiten, lekker rustig? Nou, gewoon lekker. Ik loop graag hard, dus dan kun je lekker de dijk op. En er zijn niet veel mensen, ja, nu in het weekend wel, maar het is allemaal heel gemoedelijk. Ja. Ik hou van het Brabantse. Ja. Mooi, en wat is het Brabantse? Gewoon gezelligheid, lekker nuchter allemaal. Dat hebben ze niet in Arnhem? En het is toch een grote stad, hè? Dus ja, het is toch anders. Nou, veel plezier nog vandaag. Ja, en die hele reis terug, succes ermee. Ja, dankjewel. Gaat lukken. Mag ik uw naam weten, mevrouw? Ik ben Ellie de Wit, uit Sassenheim vandaan. Uit Sassenheim. En wat komt u hier doen? Ja, wij fietsen elk jaar een hele week gaan wij een fietsroute uitzetten. Mijn vriendin zet hem uit. En die gaan we dan fietsen. Ik ben Marta van Amsterdam. Ik kom niet uit Amsterdam, maar ik heet van Amsterdam. Ik kom uit Lisse. Nou, dat je hier dan weer langs die Maas fietst. Dat is prachtig. En we hebben in het Gooi gefietst, de Veluwe. We hebben een stuk waterlinieroute gefietst. Dus zo fietsen wij mooie stukken zoeken we op. Lekker genieten. Dank jullie wel. Nou, bedankt. We spreken even met de leider van de Harley Band. Of zo. Waar komt u vandaan en uw naam? Uit Brabant. Ik ben Jantje Peters. Jantje Peters. En ik kom uit Nuenen. Uit Nuenen? Ja. En jullie crossen vaker over de dijk? De heel Nederland eigenlijk. Ja. Toevallig is vandaag dijk rijden. En wat is er nou zo mooi aan om hier over de dijkjes te rijden? De rust. Ja. De rust. Ja. Mooie wegen, allemaal groen, bossen, ja. Mooie weiden. Ik rij overal binnendoor. Jullie hebben allemaal zo'n prachtige Harley of zijn er ook van die... Nee, we rijden alleen maar Harley. Ja, er komt niemand tussen met een koude zaakje, want ik heb het niet horen. Nee. En daarom in de Maas. Ja, de groeten, jongen. Ja. Wat zijn nou de mooiste ritjes? Nou, ook langs de Maas. Ja, en ja. Ene keer rijden we naar Limburg, ja. Of af en toe in België. Ja. Dus, ik zag ze staan op de dijk, hè. Ze zijn allemaal even mooi gepoetst. Hoe komt dat? Ja, kijk wat het is. Zo'n ding, die kost een paar centen. En het is liefhebberij. En ja, daar houdt het bij, hè. Ja. Dankjewel en een hele fijne dag nog. U ook bedankt, hè. Dankjewel. Doei. Houdoe. Goedemorgen. U bent? Marga. Marga. En Marga komt uit? Wiegen. Wat is het leuke van hier fietsen langs de dijk? Ja, ik vind het... Ik fiets natuurlijk ook aan de Gelderse kant. Maar de Brabantse kant is gewoon een stuk mooier. Vind ik. En hoezo? Ja, nou ja, kijk hier naar de dijk. Het is veel meer met bomen en zo. En de overkant is kaal. Ja. En ik hou wel van het Brabantse land eigenlijk. Ja. Ik zou zeggen, even lekker op de kaart kijken en dan weer heerlijk verder fietsen. Ja, het is zo mooi weer, hè? Prachtig weer. En het is zo nog niet zo druk, dus dat is wel lekker. Ja. Ja. Geniet ervan. Dank wel. Dag, en u bent? Peter. En Peter komt uit? Berchem. Berchem, of dat is niet ver weg. En waar komt u vandaan? Ook uit Berchem. En uw naam? Angela. Angela. En waarom fietsen Peter en Angela hier? Een dagje uit, een dagje wegfietsen van huis. En we denken vandaag, we doen een rondje Maas en Waal. En waarom? Zomaar. Een keer een andere richting. Ja, nooit gedaan deze kant? Jawel. Ja. En bevalt het? Prima, helemaal goed. Lekker weer, hè? Dus dat is al genoeg eigenlijk. Ja. Patrice? En Patrice komt uit? Venray.
Jeetje, wat komt u hier doen? Fietsen. Gewoon lekker fietsen hier. Ja, ja. En logeren jullie dan ergens? Nee, wij fietsen, wij rijden hierheen en dan gaan we fietsen. Oh, je rijdt met de auto? Ja. En waarom hier? Omdat we hier al een paar keer gefietst hebben. We gaan nou eens een andere kant op. Ja, ja. Ja, vandaag. Het pontje komt net aan. En dan gaan jullie met de pontjes over? En dan gaan we die andere kant op. Gaan we weer een ander stuk fietsen. Ja. Ja. En welke kant is het mooiste? Nou, die kant is ook heel mooi. We hebben al een paar keer gefietst. Het is helemaal mooi langs de Maas. Ja, ja, het is heerlijk weer vandaag. Ja, hè? Ja, daarom juist. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Doe ik. Bedankt. Haaien. Je komt uit Demen, zeg je net. En hoe heet je? Thijs Francissen, goeiedag. Thijs, dag Thijs. En je bent hier zomaar een stukje aan het fietsen? Nou, ik ga daar lekker zwemmen. Ik ga de Maas in zwemmen dadelijk. Je gaat de Maas in zwemmen? Ja, of ik ga in de Maas zwemmen, ja. Oh, en hoezo? Gewoon, omdat ik dat graag doe. Dus, ja. Dat doe je vaker? Dat doe ik regelmatig, ja. Ja, dus, en dan denk ik van, let je dan wel... Oh, doe je dit speciaal op zondag omdat er dan geen binnenvaart is? Of? Oh nee hoor, dat doe ik wel regelmatig, ook door de week of zo. En let je dan wel goed op? Ja, blijf je mooi aan de kant en dan komt het goed. Hè. En wat vind je van de omgeving? Ja, fantastisch. Ja. Dus de mooiste plek van Nederland vind ik wel. Zo, nou, dat horen we graag. Ja. Mooiste plek dan wel van Nederland. Dan moet ik toch even nadenken, zouden er echt geen mooiere plekken zijn? Nou, en waarom dat dan? Een hele mooie dan. Nou, gewoon de rivier en de bomen op de dijk vind ik altijd heel erg mooi. En dan de polder, ga ik ook regelmatig een keertje wandelen of zo. Ja. Dus ja, ik geniet hiervan. Dus, ja. Dan hoop ik dat je nog een hele fijne dag hebt. Doe voorzichtig met zwemmen. Maak de pet op. Ja, dat wel. Maar waarom de pet op? Nee, ik moet een beetje uit de zon blijven. Is het water koud? Lekker. Ik ben Milo. En Milo komt uit? Den Haag. Den Haag, op zo'n fiets? Nee, ik ben met de trein gekomen. Deze fiets heb ik even geleend van Via Via. En wat kom je hier doen? Ik ben aan het schilderen. Was nog wat het moest gebeuren. Ja. Dus mijn Wouter hier woont in Batenburg en die ben ik even aan het helpen. Wie, je vader woont in Batenburg? Nee, vriend van mijn vader. Oh. Wouter heet hij. Ja, ja. Die woont hier en ik help hem even met klussen. Ja. Dus eigenlijk ben je hier maar per toeval en ken je de omgeving een beetje? Geen flauw idee waar ik nou terecht ben gekomen. Hoe ziet het eruit, vind je? Kaal, saai. Nee hoor, hartstikke leuk en nee, vertel eens. Wat anders dan de stad voor mij. Ja, ja, maar vertel eens, als jij denkt als eerste denkt kaal en saai, waarom? Nou, het is dus, niet zoals bij ons altijd overal verkeer en mensen. En hier is het gewoon stil. En toevallig nu lekker weer is heel veel fietsers die langskomen, maar dat is dan ook. Ja, ja. Maar eigenlijk vind jij Den Haag veel leuker? Ja, maar Den Haag is ook beter dan al het andere. Ja. Beste stad van Nederland, hè? Ja, dan heb je compleet gelijk in. Dank u wel. En dan snap ik waarom dat je het hier dan een beetje saai vindt. Nee hoor, ja. Want wat is er te doen voor jou hier? Ja, er is één hele kroeg in Batenburg. Is er een kroeg in Batenburg? Er is een kroeg in Batenburg. Hmm. Dus tot zover kan ik me vermaken. Ja, ja. En daar houdt het ook wel op. Een beetje werken en dan af en toe naar de kroeg. En dan ja. En dan blij als je weer terug gaat naar Den Haag. Ik hoor net dat jullie uit Zeeland komen. En dus daar is het ook hartstikke mooi met bos en zo allemaal. Wat doen jullie dan hier? Het water. Het water. Een keer wat anders kijken. Ja. Een keer wat anders kijken. Want wij kennen het daar. En andere mensen die van buitenaf komen, bij ons komen, die zeggen, oh, was hier geweldig. Ik zou hier wel willen wonen. Ik zeg, ja, ik woon er maar. Ik vind het gewoon. En nou is dit het water. Dus wij lekker langs het water. En het weer hebben we nou mee. Ja. Dus het is heerlijk nou. Het is lekker rustig. Ja, het is lekker rustig. Ja. Ja, nog wel. Ik denk dat dadelijk wel wat drukker wordt met de fietsen. Ja. Dus ja. We genieten ervan. Zwemmen gaat je huis.
Ja, dat is lekker, hè?